Les Misérables ligt nu een tijdje achter jou. Ben je al met nieuwe dingen bezig? Ik heb onlangs Aspects of Love gedaan in Nederland. En dan heb ik min of meer besloten om te kijken wat het met... Van oorsprong ben ik een klassieke zanger, ja. Klassieke schoolzanger. Dus opera. Ik heb veel opera gezongen, ja. En ik ben eigenlijk weer bezig om mijn stem in die richting te ontwikkelen. En kijken wat er na al die tijd, na die 20 jaar dat ik die stem niet gebruikt heb, te kijken wat dat er is een dan... verschil dan toch, musical dat is en opera? Sowieso, je stem evolueert. En mijn stem is ook geëvolueerd naar meer hogere dingen, naar meer tenorale dingen. Ja. En ik heb ondertussen een Wagner-opera gezongen in Duitsland. En nu bereid ik me voor, begin maandag te repeteren voor de nieuwe productie van Jan Faber. Ah, ja. Tragedy of a Friendship. In opdracht van de Vlaamse opera. En die gaat eigenlijk ook over de relatie tussen, vriendschapsrelatie tussen Wagner en Nietzsche. Waar ik dus weer Wagner zal zingen. Een hoofdrol opnieuw. Ja, er zijn twee zangers. Dus de rest, het is eigenlijk een muziektheater. Ah, ja. Er zijn twee zangers, een sopraan, die is van de Wege en ikzelf. En dan heb je nog een aantal dansers en acteurs. Ja. En performers eigenlijk. Ja.